We zijn hier in het ziekenhuis van Geel. Het is een regionaal ziekenhuis met 300 bedden. Innovatie of verandering of vooruitgang zijn eigenlijk allemaal synoniemen van elkaar. Dat is belangrijk, want een organisatie die niet meer innoveert, ja, die staat eigenlijk stil. Innovatie is niet altijd high-tech en dergelijke. Artificiële intelligentie en Internet of Things, dat daarbij dat ondersteunt, dat kan ondersteunen. Maar het belangrijkste is altijd dat de innovatie bijdraagt tot een grote patiëntentevredenheid. Het innovatiescoutwerk heeft ons vooral geholpen met dat we een aantal tools hebben aangereikt gekregen van hoe dat we er tegenover moesten staan. Elk goed idee is daarom geen goede innovatie, want je moet weten voor wie dat je iets aan het innoveren bent. Hè. Je doelgroep is daar nood aan. Hè. Tijdens de workshops hebben we veel geleerd van experten, maar ook veel van de interactie die er was tussen de experten en de mensen die eigenlijk in het werkveld staan. Hetgeen wat er vooral is bijgebleven uit het traject is dat eigenlijk iedere medewerker of iedere collega een innovator kan zijn en dat die goed kan begeleid worden door innovatiescouts. Dus, elk goed idee. Iedereen binnen de organisatie die mag met goede ideeën afkomen. Ik kan iedereen binnen en buiten de organisatie aanraden om deel te nemen aan een innovatietraject of een innovatiescouttraject. Je wordt constant op de hoogte gehouden. Je hebt contacten met andere organisaties waar dat je verschillende problematieken kunt bespreken en ook kijken van dat pakken ze daar zo aan, daar kunnen wij misschien nog iets van leren. Je gaat op bezoek bij anderen, dus je ziet veel, je leert veel.